Vandaag ga ik in gesprek met Maria, onder Instagram bekend als Nazareth. Dat is ook je naam als kunstenaar of kunstenares, ja. Neem ik aan. Ja. Ik ga vandaag in gesprek met de kunstenares Nazareth. Je bent eerstejaars Rietveld student. Basisjaar. Dus ik weet niet je zit in het basisjaar van de Rietveld, van de Gerrit Rietveld Academie. Je bent nu een heel klein beetje in opspraak geraakt vanwege een film die je daar hebt gemaakt in een van de lessen, als ik het goed begreep, hè? Ja. Zo heb ik jou ook eigenlijk ontmoet, hè? Eigenlijk in die context van die rel die nu een klein beetje aan het ontstaan is. En het lijkt mij goed om eens even dat even uit te pluizen of eigenlijk te reconstrueren. Ja. Dus misschien kunnen we even bij het begin beginnen. Ja. Wat eigenlijk gewoon bij die opdracht op school. Kun je vertellen hoe dit allemaal begonnen is? Nou, ik had dus die opdracht gekregen. Maak een boek over iets waar jij gefascineerd over bent. En dan ga ik maak een boek? Maak een boek waar je gefascineerd over bent. Dat is letterlijk de opdracht voor het vak design. Ah ja, dus het fysieke, het gaat dan om het fysieke object van een boek. Ja. Maar hij zei dat het ook weer vrije vorm is. Mm-hmm. Dus weer een soort van die illusie van vrijheid daarbinnen. Van je opdracht van, ja, je kan alles doen wat je wilt. Maar, ik was onderzoek naar het doen naar mijn fascinaties dus. Mm-hmm. En dat ligt voornamelijk heel erg in geweld. Dat soort beelden, weet je, gewoon gore, borderline torture porn. Niet dat ik daar zelf opgewonden van raak, maar ik vind dat heel erg interessant of zo. En wat vind je, of kun je daar iets over vertellen, waarom je dat interessant vindt? Ik bedoel, ja, het is best wel een specifieke... Als je, nou, dat ligt eraan, want gore heb je dat stukje van gewoon echt moord bijna. Mm-hmm. Wat ik ook wel heel interessant vind, ik ben er niet pro of zo voor, maar het feit dat er dan onthoofdingsvideo's staan of gewoon echte video's van mensen die gewoon onthoofd worden en gefilmd worden, dat het gewoon op het internet staat, op dezelfde site waar ik dan porno kan vinden, dat heb ik altijd al wel een beetje raar gevonden. En on a good day, while looking at gore, while looking at very disgusting things, dacht ik, oh... Het zou eigenlijk best wel interessant zijn als ik vergelijkingen binnen die filmpjes ga zoeken. Mm-hmm. En zo heb ik dat filmpje dus een beetje bij elkaar geraapt. En is het dan iets wat jou, zeg maar, als je, stel je gaat op internet en je komt op de porno-sites, en is het dan zo'n tunnel waar je dan ingaat? Of is dat dan omdat je van school die opdracht krijgt? Of hoe werkt dat dan? Het is altijd wel iets wat op de achtergrond speelt of zo. Weet je, als ik niet dat ik het voor entertainment zoek, mm-hmm. maar ja, een beetje wel down the rabbit hole idee, denk ik. Dus je zit op internet en je gaat surfen en in één keer zit je op een porno site en dan denk je van, oh wow, wat kan ik allemaal ineens meer aanklikken? En je klikt door en door en door en je komt in één keer op hele duistere hoekjes terecht. En dan opeens kom je op Superzooi en van Superzooi ga je naar E-fucked, weet je, en dan naar Bestcore, maar Bestcore bestaat niet meer sinds kort. Nou ja, niet sinds kort, maar het is wel een lange tijd geleden dat het is opgeschort. Maar ja, inderdaad. Dus dat is iets wat je eigenlijk, dat, als ik het goed begrijp, hè, is dat iets wat je eigenlijk al van nature toegeneigd bent? Omdat ik vanuit een soort nieuwsgierigheid om Want van de ene naar een andere te klikken en daar de grens op te zoeken van wat je geest aan kan. Ja. En zodra je een schoolopdracht krijgt, is dat ook iets waarvan je denkt, ah, daar zit iets. Daar zit iets van materiaal precies. En ook omdat dat? Ja, zoals jij het nu zegt, van de neiging daarvan en toch dan die nieuwsgierigheid. En ook dat het beschikbaar is, blijkbaar dan? Of ik bedoel, with the availability of the internet. Ja, ik bedoel, ik weet een klein beetje waar het over gaat. Want ik heb hier een fragment volgens mij van jouw film zit in de film van Kira. Klopt. Is dat iets van 2 minuten? Is dat de hele film of is dat... Volgens mij is dat wel... dat is de hele film volgens mij. Ah ja. En ik heb hem 2 keer gezien, de film van Kirak. Ja. En daar zit dan jouw film in. En het is een soort stroboscoop van de meest gruwelijke dingen die je
die vrouwen kan worden aangedaan. Een soort stroboscopische snelheid van de meest gruwelijke dingen. Ik werd er best wel onpasselijk van, of zo. Dus het heeft een enorm effect, of zo. En dat zijn dan dingen die je dan zo aantreft op die internet. Ja. Sites en waarvan je dan denkt, dat is materiaal, dat ga ik achter elkaar zetten. Ja, linkjes leggen tussen dingen. Dus dan ga je eerst een pornovideo kijken waar dan een titel onder staat van dit is super extreem. Dan ga je dat kijken en denk je, oh ja, this looks like a very similar thing I've already seen in real life, zeg maar. Dus dan kan ik het waarschijnlijk, als ik zelf iets heb meegemaakt, dan kan je er waarschijnlijk ook een filmpje van vinden. Ja. Snap je? Dus jij hebt eigenlijk een film gemaakt, een compilatie van... De confirmatie voor herkenbare dingen, om het zo te zeggen. Ja. Dus vanuit een soort herkenbaarheid van wat je online aantreft, als je door gaat zoeken en door gaat klikken van wat daar beschikbaar is. Als je in die krochten, ik noem het krochten, maar omdat ik het associeer met best wel bruut of eigenlijk gewoon bruut geweld. Is het ook. Echt gewelddadige... beelden die je te zien krijgt. Dus dan denk ik meteen, oké, dit zijn de duistere krochten van het internet. En je zoekt naar een soort van parallellen of parallellen soort... tussen hetgene wat dan staged is en hetgene wat dan echt is, weet je? Dat klopt denk ik ook, want er zitten soms beelden in die dan... dat die lijn heel dun wordt. En soms is het gewoon geweld die echt is, dat bedoel je dan of zo. Ja, zeg maar, porno, de staged thing... Mm-hmm. Why does it amount up to real life video's? Yeah. Om maar zo te zeggen. Yeah. Dat vind ik dan zoiets raars. En als je gaat kijken naar de staged kant van het pornoverhaal. Mm-hmm. Jij bijvoorbeeld als je een jonge fan bent, om maar zo te zeggen. En je gaat op het internet en you have never had any interaction with any woman before. En dit is ook wanneer ik terugkom op my problem with availability of the internet. Maar dit was ook in 2015 iets met Pornhub. Van MindGeek, het feit dat MindGeek een adminbedrijf is voor websites met hoge, hoe noem je dat, clickrates, dus high traffic. En dat hun dan de admins waren van Pornhub, terwijl er op Pornhub allerlei soorten dingen werden geüpload die totaal niet konden, die niet op een porno-website thuis horen. Yeah. Maar een van die dingen was dus... dat de teen category, dat het al heel dat het voor de afgelopen 7 jaar al aan de top staat. En ik kan me ook wel voorstellen of zo dat op het moment dat jij iets opzoekt en je valt binnen dat algoritme en dat wordt je ook weer voorgeschoteld of zo. Of als je al een gore fascinatie hebt en je gaat naar en je googelt iets, dat het zo makkelijk verkrijgbaar kan zijn. Maar dat is niet het punt wat ik probeerde te maken. Maar I lost my train of thought. Ja, waar we volgens mij zitten... Ik probeer even te parafraseren, hè. Wat je volgens mij probeert te zeggen is... los van mijn eigen fascinatie... Het wordt gevoed. Ja. Het kan gevoed worden voor mensen die al neigingen hebben. Ja. Dus ik ga even proberen te parafraseren, hè. Dus wat je volgens mij zegt is... Los van mijn persoonlijke fascinatie met het internet opgaan... en in die krocht terechtkomen... heb ik ook een maatschappelijke fascinatie voor het feit dat er dit soort websites bestaan, dat er algoritmes zijn, hoe die algoritmes werken. Ja. Dus ergens voel je ook een soort, hoe noem je dat? Zodra je zo'n opdracht voor school krijgt, voel je waarschijnlijk zowel op een persoonlijk level als op het aanhalingstekens openen, aanhalingstekens sluiten, maatschappelijke level... Ja. Een soort ruimte om te denken, oké, hier zit materiaal voor zo'n opdracht op school. Want het is niet alleen mijn persoonlijke fascinatie om dat gruwelijke geweld op stroboscopische snelheid te zenden. Zodat mensen schrikken en gaan nadenken misschien over het effect van, hoe noem je dat, het effect van echte beelden en geanceneerde beelden. En hoe dat eigenlijk bijna niet meer te onderscheiden is. Hè? Maar het is ook nog eens zo dat het feit dat je die beelden krijgt... Er zit ook een soort motortje achter, namelijk een algoritme dat gaat waar je generalisaties van groepen mensen. Jezelf ook wordt gebruikt. Ja, waar je psychologie ten opzichte van jezelf inderdaad wordt geperverteerd of uitgehold of gehouden vanwege de marktwerking, vanwege de kliks en de sponsors en de geldstromen en dat alles.
dat zou dus eigenlijk dus niet alleen... Het zou niet moeten kunnen. Ja. Ik vind niet dat het niet dus zou moeten dus kunnen, maar... Dus als ik het goed begrijp, zit daar ergens jouw allereerste drive. Oké, daar, gaan we iets mee doen. We gaan een filmpje maken wat op die manier samenkomt. Zeg je dat zo goed? Maar nog zo'n ding van tijdens het maken van die vergelijking en dan als je gaat kijken naar staged porn en dan op dat aanhalingsopen maatschappelijke thema. Als jij bijvoorbeeld een jongeman bent, je hebt geen ervaring met vrouwen. Oh ja, en je komt op een soort van, en dit dan heel psychologisch, weet ik veel wat allemaal nog meer. Op het moment dat het heel erg common lijkt voor gewelddadige porno om op de voorpagina te staan, kan jij het beeld krijgen van vrouwen die in porno reageren, die reageren in porno op geweld, neutraal of met genot. Snap je? Ja, precies, ja. En dat is dan ook zo'n dingetje waarvan ik denk dat creëert wel een heel verknipt beeld over seks. Ja. Dat is mijn ding daarmee, weet je. Ja. Waar ik af en toe een beetje icky van kan worden. Ja, ja. Ja, en hoe zeg je dat? Een ander ding wat ik dus deze maand heb geleerd door eigenlijk die film van Kirak te kijken. Ja, misschien moet ik dat eerst even zeggen. Kirak, Keeping It Real Art Critics, dat zijn twee veelbelovende jonge filmmakers. Die maken films over maatschappelijke, over de culturele paradigma shift waar we op dit moment in zitten. Als ik het zo even mag samenvatten. En ze werken ook samen met Tarik, veel. Tarik is ook weer een vriend van Stefan. Stefan en Kate maken samen Kirak. Zij maken met al dan niet wisselende samenstellingen, en in ieder geval met elkaar, en soms met Tarik en soms met andere films. En jij bent ook in contact gekomen met Tarik. Ja. En Tarik heeft ook een klik met jou als een soort mentor-leerling-relatie. En op die manier, in die hoedanigheid, is Kirak ook weer op jouw spoor gekomen. Ja. En zij maken dus nu ook weer een film waarin ze jou portretteren. Hè? Ja. Zo vat ik het maar even samen. Ja. Klopt er dat? Er komt het wel gewoon op neer, toch? Ja, en dus die film over jou en over dit alles heb ik dus gezien. En daar komt ook naar voren dat je zelf een verleden hebt met seksueel misbruik of seksueel geweld. Ja. Daar heb je ook mee te maken gehad. En mijn vraag is dan, is dat dan ook de reden dat daar jouw engagement ergens zit van dat maatschappelijke daarachter? Of is dat gewoon ook weer, zijn dat er weer los van? Of hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Zou je dat kunnen herformuleren? Want ik snap wat je zegt, maar ik kan even geen antwoord voor mezelf. Hoe noem je dat? Eruit krijgen. Ja. Ik ben nu al de vraag. Ja, dus jij zei eigenlijk van die algoritmes, dat interesseert mij eigenlijk. Ja. Want dat komt namelijk omdat er ook jonge mensen zijn die misschien nog helemaal geen seksuele ervaring hebben, maar wel toegang hebben tot het hele internet, ook in zo'nzelfde tunnel terecht kunnen komen. En doordat jouw algoritme of jouw klikgedrag eigenlijk je algoritmes beïnvloeden, krijg je eigenlijk een soort confirmation van jouw seksuele perversieën en neigingen. En als daar seksueel geweld bij hoort, dan zal dat ook eigenlijk versterkt worden, die algoritmes. Ja. En dat, dus jij zei eigenlijk dat een fascinatie is, hè? Ja. Mijn vraag is, komt die fascinatie voort uit jouw eigen verleden met seksueel geweld? Of is dat überhaupt een fascinatie van jou? Ik denk dat het wel echt... het is altijd wel een dingetje wat ik heb opgezocht. Maar dat komt ook omdat buiten seksueel geweld ik altijd wel in een hele kut sfeer heb gezeten of zo. Dus dat opzicht van geweld van mens tegen mens. En ik heb ook wel een tijdje in Brazilië gewoond, waar je ook gewoon dingen ziet, weet je. Hoe oud was je toen je in Brazilië woonde? Even kijken, het is gebeurd in intervals. Maar volgens mij was het van 3 tot 4, van 6 tot 8. En daarna ook nog iets van... Nee, 12. Toen ik 12 was, dan zat ik in Portugal. Maar we gingen iedere zomer, weet je. We gingen soms 2 keer per jaar gingen we naar Brazilië toe. En op vakantie? Of werkte jouw vader daar? Of jouw moeder? Of nee, mijn moeder is Braziliaans. Oh, jouw moeder is Braziliaans? Ja, mijn moeder is Braziliaans. Ah, ja, ja. Ja, weet je, Brazilië, dat is ook een soort van de ghetto of zo. Je ziet ook gewoon
Ja, nou ja, weet je, als er iemand overreden wordt op straat, je probeert een theedoek overheen te leggen en that's fine. Ja. You know, it's Brazil. Ja, dus voor jou is eigenlijk de relatie tot geweld... Is heel iets, normaal. Iets wat meer vanzelfsprekend is dan dat je dat hier in een Vinex-wijk in... Ik kom zelf uit Eindhoven bijvoorbeeld. En daar is dat, als je kijkt naar de wijken waar ik ben opgegroeid, is dat eigenlijk heel anders. Dat is niet dat wij in Eindhoven in de straat ooit iemand... inderdaad een lijk met een dekentje en dat is dan hoe je met de dood omgaat. Zo. Dat is wel, nou ja, we hebben wel een buurman gehad die werd doodgeschoten, maar niettemin. Het is toch anders, denk ik. Dus ik begrijp meteen wat je bedoelt. Ja. Maar gewoon die continue confrontatie met geweld en met iedere vorm van geweld of zo, dat is wel heel normaal. En dan, ja, weet je, you have access to the internet. It's very easy to look stuff up that you already know, you know. Ja. Yeah. En dus het komt ook wel voort daaruit, maar ik denk dat na wat is gebeurd, weet je, na het neersteekgevalletje of zo, is het gewoon echt 10 keer erger geworden. Ja. Ja. Even kijken. Waar ik natuurlijk over wil praten met jou is het effect van deze fascinatie op school, op de Gerrit Rietveld Academie. Dat is denk ik het onderwerp van vandaag. Maar nu hebben we even wat grondwerk gedaan. Hè? Dus nu weten we een beetje wat jouw achtergrond is, wat jouw idee bij die film is. Waarom je die film hebt gemaakt en waarom dat voor jou eigenlijk dingen zijn die eigenlijk heel op een hele natuurlijke wijze voortkomen uit jouw makerschap, uit jouw leven, uit jouw persoonlijke fascinaties, uit de dingen die je gezien hebt, maar ook uit het maatschappelijke interesses en jouw eigen verleden met in Brazilië, met hoe geweld daar werkt en hoe seksueel geweld in jouw leven... Zich gemanifesteerd heeft, hè? Ja. Dus dan krijg je die opdracht van die docent. Ik weet niet, hoe zullen we hem in de context van vandaag noemen? Moeten we hem een soort van geheime naam geven? We kunnen hem gewoon Erik noemen. Oké, laat hem Erik gewoon noemen. Erik. Ja. Dus je krijgt van Erik de opdracht, maak een boek over je fascinatie. Nou, dus nu weten we, dit is een belangrijk, in jouw palet van fascinaties is dit iets wat snel naar voren komt. Ja. Je denkt, daar ga ik iets mee doen. Yeah, het is meestal dus gaat wat eerste. Je maakt die film. Yeah. En je brengt die mede les in. Kun je proberen om dat even te reconstrueren? Hoe dat is ik heb er niet de les in gebracht. Ik had een 1-op-1 gesprek met Erik over the progress of my book and of my project. En hoe lang was je toen bezig? Toen was ik 2 weken bezig. Oh ja. En toen had je deze sequentie al gemaakt? Toen had ik hem gemaakt. En toen... kort na de dag voordat ik het 1-op-1 gesprek had met Erik, toen had ik het naar Tarik toegestuurd. En Tarik zei, het is echt goed. Het is echt goed, weet je. En die heeft het aan Steven laten zien, maar goed. Ik vond ook meteen, het heeft echt effect, inderdaad. Ik bedoel, je wilde me meteen vragen over stellen van wat ga je hiermee doen of zo, hè? Fijn. Laten we daar nog niet te veel induiken. Maar ga verder. Laten we het eerst even reconstrueren. Tarik was enthousiast. Dus Tarik was enthousiast. Goed nieuws. Maar ik had het gesprek met Erik toen. En Erik, die had het filmpje nog niet gezien totdat ik de work edit van de huidige film naar hem toestuurde. Maar daarvoor had hij gewoon niks van de film gezien. Ja. Dus ik had tegen hem verteld van mijn fascinatie dat ligt eigenlijk wel bij... gore en geweld en dergelijke. En weet je, het is misschien geen boek, maar ik heb er wel een video-edit van gemaakt, weet je. Want ik was onderzoek aan het doen en ik had al een paar essays geschreven erover die ik dacht van, oh ja, misschien kan ik dat in mijn boekje verwerken en weet ik veel wat. Misschien nog een QR-code naar dat filmpje toe. Toen had ik dat dus verteld zo en toen zei Erik zo van, ja... Maar ik heb zelf een vriendin en zij is internetrechercheur, no clue. En van haar merk ik dan dat het heel erg moeilijk kan zijn voor je mentale staat om de hele tijd maar geconfronteerd te worden met dit soort beelden. Ik denk dat het maar beter is dat je ermee stopt en dat je iets anders gaat zoeken waar je zin in hebt. Dus oké, I can respect that, sure. Mm-hmm. En toen ben ik er gewoon mee gestopt, totdat... totdat Tarik het aan Steven had laten zien. Mm-hmm. En ik dit al aan hem had verteld over datgene dat Erik het had, afgewezen. En dat ik maar met iets anders verder moet gaan. Toen is het balletje eigenlijk gaan rollen. Het was ook niet zo'n moeilijk gesprek of zo. Dat...
Maar hij had verder ook niks gevraagd of zo, die Erik. Zo van, ja, waarom is dat... Dat vond ik persoonlijk het raarste. Van, niet eens vragen van, waarom is het die fascinatie of zo? Ja. Waarom ligt dat zo bij jou? Dus dat is ook alweer zo'n ding waarvan ik denk van, oké. If you don't want it, you don't need to have it. En kun je... Wat dacht je bij dat gesprek? Was het iets waarbij je in het moment dacht van, ja, oké, whatever? Of Nou... Hoe werkte dat? Want het punt is, ik zie mezelf altijd al een soort van als een outlier. Ik zie mezelf überhaupt niet echt als mens. Mm-hmm. Dat klinkt ook al heel vaag. Maar, ja, hoe kun je ja, dat maar in relatie tot dit probeer ik het te zeggen. Want ik kan dan bijvoorbeeld snappen dat Erik zijn reactie dit soort topic, kan ik snappen dat hij mij dat afraadt. Ja. Toch? Nee, want, ik kan me ook voorstellen, tuurlijk. Het kan misschien niet goed zijn voor de klasgenoten waar ik aan het laten zien, omdat je niet weet wat al die mensen hebben meegemaakt. Dus ik kan snappen dat het bij sommige mensen heel erg hard zou kunnen binnenkomen. Dus dan, you know, I always try to decide to look for the greater good. So, done. Maar vanuit mijn eigen perspectief denk ik, oké, van ja, omdat ik het niet ernstig vind, betekent het, omdat ik het niet ernstig vind, me as an alien, as an outsider, misschien vond ik het niet zo erg op, maar andere mensen wel. Ja. Ja. Ja, nee, dat herken ik heel erg trouwens. Ik heb dat ook heel vaak. Als ik één op één ben, dan hoe zeg je dat? Dan ben ik heel snel geneigd om mezelf, om een soort van, wat je ook kan noemen, het voordeel van de twijfel, kun je ook het nadeel van de twijfel hebben. Dan denk je, oké, het kan zijn dat die ander gelijk heeft en dan ben ik gek en dus trek ik me maar even terug en dan zullen we wel zien op de lange termijn. Ja. Waar ik mijn project wel kan landen. En voor nu, jij kan dat blijkbaar niet aan. En misschien heb je ook wel gelijk. Dus laten we het er maar bij neerleggen. Dat is een reactie die ik zelf ook vaak ken van één-op-één situaties. En dat je niet... je kunt moeilijk gaan... Ja, soms kun je gewoon moeilijk gaan pleiten voor zoiets. Hè. En dan kun je zeggen van, Erik, ik wil het wel doen. Ik vind het gewoon vette shit. Slik het maar. Also, dat is, ergens denk je van, ja... Maar dat is ook je wil ook trouwens vertrouwen op een docent die dat goed ziet ergens. Ja, zo, precies. Maar dat was ook wel het moment voor mij waarvan ik dacht van... Oh ja, oké, misschien zat ik toch niet zo erg op dezelfde lijn met mijn docent als ik dacht. Weet je? Ja. Dus blijkbaar kennen ze mij toch niet genoeg. Ja, ik snap het. Ja. Dus je denkt eigenlijk dat je een bepaalde ruimte bij iemand hebt. En dan denk je van, oké, deze persoon nodigt me eigenlijk uit om me helemaal te openen. Om het achterste van mijn tong te laten zien. Dus ik voel me uitgedaagd, ik voel me uitgenodigd. Dat kan natuurlijk niet bij iedereen. Dat is altijd een kwestie van aanvoelen. Hè? En dan denk je, oké, ik kan me openen bij deze persoon. Dan zeg je, van, maak een boek over je fascinatie. Oké, dan open je. En dan laat je het achterste van je tong zien. En dan zeg je van, oeh, dit is wel erg maar ver dat is achter de, op jouw dat tong, is de illusie van die vrijheid die wordt geboden. Ja, maar die vrijheid is een conceptuele vrijheid of zo. Of het is van een conceptuele theorie. Vrijheid. En dan neem je echt een keer die vrijheid en dan schrik je meteen terug. Want dan, en dan moet je jezelf gaan schamen voor jou, wat je eigenlijk binnengebracht of zo. Hè? Ja. Zo van, oh, be yourself but not like that. Ja. Maar goed, vervolgens dus ergens in die dag of in die week stop je dat een beetje weg. Of dan denk je van, ah joh, ik verzin wel ja, ik had anders. Het bestand ook gewoon weggegooid. De enige versie die ik heb van dat filmpje was ook die ene die ik had in de chat met Tarik. Ja. Ja, precies. En dus eigenlijk kom je er pas later, in een latere instantie met Tarik en met Stefan of Kate erachter van, wow, wat gebeurde hier eigenlijk, hè? Ja. Maar ik heb ook het idee dat deze gebeurtenis, het is eigenlijk een hele kleine gebeurtenis ergens, hè? Een heel arbitraire gebeurtenis. Er is een docent en die geeft gewoon feedback, maar het is gewoon eigenlijk per ongeluk... onadequate feedback. Nou, het kan altijd gebeuren. Ik vind overigens ook feedback situaties één op één hebben altijd iets lastigs. Het is altijd prettig om met meerdere mensen te kunnen brainstormen in die zin. Of daarom zou het prettiger zijn om een hele klas te hebben waarbij je praat over die film in plaats van dat je hem als poort hebt. Hè? Ja. Dat even gezegd hebbende. Vervolgens breng jij dit naar Tarik en en dan wordt in één keer de context volgens mij belangrijk. Want Rietveld zit eigenlijk ligt al langer bij, ook bij Kate en Stefan en Tarik onder vuur. Mm. Juist vanwege de safe space cultuur. Yeah. En in één keer krijgt deze gebeurtenis betekenis in dat verhaal
waarin wordt gezegd van, er moet een soort vrije ruimte of een veilige ruimte zijn om alles te bespreken. En in één keer ontstaat er juist van binnenuit een soort taboe. En ik denk dat dat iets is wat dan getriggerd wordt. Tarek zegt van, hoezo kan het niet? Wat is dit nou voor onzin? Want dit is toch juist wat zij zeggen te willen? En waarom mag dit dan niet? En dan ontstaat een soort van omdraaiing van waarde. Hè? Zeg je dat zo goed? Denk het wel. Of ik bedoel, misschien moet ik dit in een vraag gieten. Hoe is dat dan precies gegaan naar die stap toe? Naar die stap toe. Wanneer is dit een controverse geworden? Of hoe is dit balletje gaan rollen? Want kort daarvoor, of ik weet niet of het kort daarvoor was, had ik ook mijn verhaal gedaan bij Tarek, 1-op-1, over de telefoon. En Tarek die wist dat ook niet, zeg maar. Mm-hmm. Dat ik slachtoffer ben geweest van groepsverkrachting dan, weet je. Dat wist hij ook niet tot een half jaar geleden, volgens mij. Ja, en dit zit trouwens in de film die Stefan over jou maken bent, is, toch? Daar vertel je ook een en ander over die groepsverkrachting. Ja. Maar dat wist Tarek dus ook niet. En toen zei hij ook zo van, hé, maar wacht eens even. Ik weet waarom jij die beelden zo bij elkaar zet. En omdat ik dit weet erover, heeft het ook gelijk een andere betekenis. Mm-hmm. Snap je? Toen zei hij, ja, dat ga ik gewoon lekker aan Stefan laten zien. Maar ik snap ook gewoon, ik had nooit verwacht of zo dat dit filmpje, dat het zo, hoe noem je dat, belangrijk zou zijn erin. Als je snapt wat ik bedoel. Maar inderdaad, mm-hmm. Die safe space cultuur. Want mensen die hebben het veel liever over, die praten veel liever over het hebben van een discussie in plaats van een discussie te hebben. Ja, precies. Toch? Precies. En, maar nu, wat nu is eigenlijk door jouw contact met Tarek, gaat eigenlijk dit hele verhaal, wordt eigenlijk, gaat er vandoor of zo? Of ik weet, hoe is dat iets wat voor jou intentioneel is? Of is dat iets wat jou overvalt ook nu? Of, herformuleren. Is dat iets wat jou nu ook overkomt? Wordt het voor jou uit je handen getrokken? Of is het iets wat je juist ook produceert? Waar je controle over hebt? Het is niet dat ik er controle over heb, heb ik het gevoel. Ik ben gewoon aan het doen, weet je. En, voornamelijk. Ik kreeg ook... Ik denk dat mijn vraag vandaag, ik denk dat je een andere vraag moet stellen. Het gaat er namelijk over dat Erik daar ook weer commentaar op heeft gehad, dat jij vervolgens naar Tarek bent gegaan. Dus dat is volgens mij de... Kun je daar iets over vertellen? Nou, ik had dus tegen mijn docent verteld van, Stefan die wil mij interviewen. Zoals je weet, Stefan die zit bij Kirak. En ik ben al heel lang met Tarek aan de praat en dergelijke. En die zei, ik heb naar Tarek's Instagram gekeken. Het is niet van mijn... Het is niet aan mij toe wat jij buitenschool ontdoet. Mm-hmm. Weet je, want nu boeit het zo opeens wel. Ja. En toen ik die work edit had gestuurd... Doet hij het nog? Ja, zeker. Toen ik dus die work edit had gestuurd, zei Erik tegen mij van, ik geloof niet dat je die vrienden zijn. En Stefan die zet je gewoon weer voor zijn karretje. Wat jij kan gaan trekken. En ik heb nu het gevoel dat jij heel erg als een extra personage wordt neergezet in de film. Dat hun maar weer hun punt kunnen. They can drive their own point home en dergelijke. En daar ben ik eigenlijk wel een beetje kwaad van op een manier. En wat is jouw... Want Tarek die zit nu al een jaar met mij te praten over telefoon. Ik stuur praktisch al mijn schilderijen die ik maak naar hem op. En vervolgens geeft hij mij daar feedback over. Gaat hij dingen opsturen? Gaat hij materie opsturen waar ik ook echt iets mee kan? Weet je? Mm-hmm. Dat doe je niet voor de lol of zo, heb ik het gevoel. Dus I really appreciate the fact that there is someone willing to help me getting better at my art. Yeah. And then comes in Erik, wie zegt van, oh ja, maar dat ziet er niet goed uit. Dat is geen echte vriendschap of zo, weet je? Dat is geen duurzame relatie. Dat waren zijn woorden. Het is geen duurzame relatie. En Matthias, mijn mentor, die eerste keer dat we aangevallen waren door de conciërge, aangevallen, het is ook wel hyperbonne half, maar die eerste keer ook, toen had ik Matthias gebeld van, ja, het escaleert hier beneden, je weet dat ik bezig ben met deze film. Moses die was de tekeningen aan het laten zien aan Tarek. Mm-hmm. En hun stonden ook echt, we stonden ook gewoon daar zo aan de voorkant. Je weet toch die witte blokken die je daar hebt staan voor het Zandberg? Ja, ja, ja. Wij zaten daar en ik en Sebastian, we hadden net een broodje gehaald en water en koffie en zo voor iedereen. Mozes en Stefan Tarek die stond buiten, gewoon lekker in het zonnetje
peukjes aan het roken, aan het praten over kunst. En die conciërge die kwam, die werd helemaal wild. En dan snap ik ergens ook niet waarom school problemen creëert terwijl het niet hoeft. Ja, dus als ik het goed begrijp, heb je eigenlijk al heel lang dus contact met Tariq. Hij geeft jou, hij functioneert als een soort docent, of als een docent, als een mentor, in de klassieke zin van het woord. Ja. Hè? Dus ik heb het ook gezien op beeld, hij geeft jou schilderles of hij traint jou. Ik ben er trouwens ook bij geweest een keer, dat jij aan het schilderen was en dat hij jou aan technieken leerde. Dus hij is eigenlijk op een hele klassieke manier gewoon schildertechnieken aan het aanleren. Dus van leer op deze manier kijken, probeer op die manier te kleuren aan te brengen. Gewoon heel technisch ook. Vervolgens kom je eigenlijk in die context van zijn mentorschap. En dat jij eigenlijk als een leerling eigenlijk onder zijn mentorschap valt. Vraag je hem ook advies over bijvoorbeeld andere schoolopdrachten? Dat doe ik ook. Die film eigenlijk, hè? Ja. En dus je geeft, en hij zegt dan van, nou, goede film, daarom breng je het in. En die docent zegt vervolgens van, nou, laten we dit niet doen. Ja. En vervolgens is natuurlijk jouw terugkoppeling naar Tariq. Ja. Dus van, en dus zijn de boosheid van Tariq eigenlijk op het feit dat jij die teleurstelling met hem deelt. Zijn boosheid is eigenlijk ook, gewoon, ik bedoel, hij kan op allerlei manieren reageren, maar dat is gewoon zijn reactie dan. En als je vervolgens in die context dan daar weer iets mee doet, dat is gewoon, dat is logisch, want je bent al de hele tijd met hem aan het werken en dit is daar gewoon een onderdeel van. En vervolgens gaat school daar, die maakt er zoveel groters van of zo. Ze creëren problemen die er niet zijn. Want ik wou doodsgraag dat Erik Stefan te woord had kunnen staan. Want ik zei ook van, weet je, wat je op video ziet, wat hij tegen mij zei, is dat hij heel erg het gevoel kreeg dat Kirak, dus de groep itself, dat ze mensen heel erg voor het blok zetten en hun proberen belachelijk te maken. Mm-hmm. Dus ook steeds weer het woord intenties. Ik vertrouw hun intenties niet. En dat maakt mij dan ook weer boos, want persoonlijk heb ik niet zo'n ervaring met hun gehad. En Tariq die mij probeert te helpen, dan heb je mijn docenten die, en een school that is completely demonizing deze groep van mensen. Yeah. En alles voedt ook een beetje op in dat klimaat. Bijvoorbeeld zo'n conciërge die dan in de paniek schiet, klasgenoten van mij die dan opeens zeggen van, ja, ik wil niet in hetzelfde audiofragment zitten als die Tariq of als Kate of als Stefan, omdat hun een groep zijn die ergens voor staat. Ja, ja, dus het feit dat jij, sorry hoor, misschien dat het een beetje warrig wordt nu, maar we proberen het even te reconstrueren. Hè? Dus in het kader van die reconstructie, het feit dat jij dat terugkoppelt, hoe er gereageerd is op die film. Ja. En dat Tariq daar ook weer een reactie op heeft. En dat Stefan dat vervolgens ook weer gaat filmen. Dat heeft weer een effect op de Rietveld Academie. Dat heeft effect op Erik. Dat heeft effect op klasgenoten. En op de conciërge. En er ontstaat een soort angstcultuur over het feit dat je überhaupt Met hun samen bent. Niet eens samenwerkt, maar dus inderdaad samen bent. Ja, dus eigenlijk ontstaat, dus het feit, jij hebt eigenlijk gewoon een opdracht op school. Maak iets over je fascinatie. En vervolgens wordt wat jij doet afgewezen. En die teleurstelling deel je eigenlijk met Team Kirak, noem ik het maar even. En het feit dat zij daar ook weer een reactie op geven, zorgt ervoor dat jij eigenlijk controversieel wordt, puur door de associatie met Kira. Ja. Begrijp ik het zo goed? Precies dat. Maar voor mij, vanuit mijn beleving, voelt dat gewoon logisch. Dan is misschien alles goed om wat geassocieerd is met Kira is bad. Dat is eigenlijk gewoon toxic. Eigenlijk. Ja. Het feit dat jij gewoon verstrengeld bent met hun krijgt betekenis zodra jouw projectvoorstel eigenlijk wordt afgewezen. Hij zegt, we hebben een open school. Je mag overal een film over maken. Maak een film over je grootste fascinatie. Je zegt, nou, mijn grootste fascinatie, dat is deze duistere fantasie. Alsjeblieft. En je zegt, mijn vrouw werkt ook een beetje met dit soort dingen. Zij is behoorlijk van slag altijd, dus ik zou dat niet doen. Dus hij zegt, nee, doe maar niet. Het was een vriendin. Een vriendin. En jij denkt van, nou, oké, whatever.
je nodigde mij uit op in een zogenaamd open klimaat om een film te maken over mijn fascinatie. Dit is mijn fascinatie, maar dat mag dan blijkbaar niet. Dus je gaat naar mensen die op een wat meer open manier... Toleranter. Op een tolerantere manier omgaan. Op een niet-judgmental manier omgaan met die duistere fantasieën. En vervolgens word je eigenlijk binnen die school een soort van problematisch. Yeah. Puur vanwege de associatie met mensen die op een meer open manier over deze dingen nadenken. Mm. Vond ik het zo goed samen? Ja. Kunnen we dan nu een klein beetje, misschien om het beeld wat concreter te maken. Ga verder. Kunnen we misschien eens in... ik probeer even zichtbaar te krijgen hoe dat dan op concreet niveau werkt op die school. Kun je misschien voorbeelden geven van hoe dat werkt met leerlingen, met in wandelgangen of zo? Kunnen we even wat voorbeelden aanstippen? Wil je ook water erbij? Nee, ik ben oké. Okay. You need it. Dus, laten we beginnen bij nummer 1. Ja. Erik, die zegt dat ik daar weg moet gaan. Waar weg moet gaan? Bij Kirak. Ja. Bij die groep van mensen. Hoe zegt hij dat? Ga daar weg. Als ik jou was, dan zou ik daar weggaan. You don't wanna be the horse to pull somebody else's carriage. En er zitten, we hebben intern al gediscussieerd hierover. En er zitten ook, je weet dat er docenten bij ons zijn die hun kennen en hun werkwijze, niettemin. Als ik jou was, dan zou ik daar wel voorzichtig mee zijn. Dat je niet zomaar personage bent voor iemand, maar ga daar weg. Als ik jou was, ga daar weg. Zo wordt dat tegen mij gezegd. Ga daar weg. Dat is wel heftig. Quote, ga daar weg. Ja. Belachelijk. Dat is eigenlijk hetzelfde wat je zou zeggen tegen iemand die, zeg maar, bij een loverboy zit of zo. Toch? Ja, eigenlijk. Maar niet als iemand, zeg maar, juist die ervaring wil delen met open-minded kunstenaars. Precies dat. Maar en dan zegt Erik tegen me, ja, je moet uitkijken dat je niet met deze mensen op je bek gaat, weet je. Ja, dus eigenlijk heel bevoogdend en betuttelend en moraliserend. En precies die dingen... Patronizing. Ja, precies die dingen waarvan je zou zeggen dat is juist gevaarlijk voor een open kunstklimaat. Precies die dingen die ook vaak de klacht zijn, toch? Van weet je wel? Ja, je hoort vaak termen vallen als geïnstitutionaliseerd. Ja. Dat is altijd een lastige term, vind ik, want... Dat impliceert dat alle instituties verkeerd zijn. Dat wil niet zeggen dat er niet corruptie is. Dus je zou kunnen zeggen dat corruptie zich voordoet via gedrag van mensen. En dit is nou typisch een voorbeeld van iemand die zich op zo'n manier eigenlijk, die zijn positie eigenlijk op zo'n manier inzet, dat hij zich op een betuttelende, moraliserende, bevogende manier bemoeit met jouw ontwikkeling, toch? En jouw klem zit eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. En het punt is dan inderdaad dat gevaar voor zo'n klimaat, zeg maar. Uh-huh. En dan is het gewoon zo belachelijk. Want mijn mentor die zegt dan precies hetzelfde. Die zei dan ook van... Yeah, Maria, I don't care what you do outside of school. But don't bring your classmates into this. Want ik had maar hoezo? Je brengt je classmates toch niet nou, in mijn dit? Classmates involven met Kirak. Maar dat is ik dat niet moet doen. Dat ik hun daar buiten moet laten. Ja, maar dan zou je dus überhaupt niet met ze mogen samenwerken. Nee, dat precies. Maar het is zo een negatieve connotatie die ze hebben bij ons op school. Waar mensen weten niet eens waarom, maar alleen dat het zo negatief is. Ja. Dat het zo slecht is. Maar volgens mij is het heel simpel. Kirak heeft een frontale aanval gedaan op het Rietveld. En volgens mij een hele terechte aanval. Zeker weten. Laat ik even voor de sake of de podcast even meta-interventie plegen. En een heel klein beetje was dat Beatrix Roef ding, of niet? Ja, Beatrix Roef. Wat voor persoon is zij? Zij had zelfs haar eigen ingang. Mm-hmm. Of niet? I mean, they tried to get to her. Mm-hmm. Of welke episode was het? Van die fatale aanval tot Rietveld? Volgens mij gaat het erom dat twee afleveringen van Kira controversieel zijn geweest. In de eerste ging over Harvey Weinstein. Yeah. Dat vind ik trouwens een van de beste afleveringen van die Kira ooit gemaakt heeft. Waarin ze eigenlijk als een van de weinigen een echt open, onbevangen blik midden in die MeToo-affaire op een onbevangen manier hebben geprobeerd om iets meer te ontwarren dan de standaard
moralistische platitudes die je in de kranten las in die tijd. En die je ook overal om je heen hoorde en zag. Dus dat, is, dat was een controversiële aflevering. Om die reden dat het niet mainstream gedachtegoed was. Maar een veel meer open blik op de situatie gaf. Klein moment, hè? Dus ik vat het nog heel even samen. En de tweede controversiële uitspraak ging over Zanele Moholy. Zanele Moholy. Die Kate noemde haar een luie spinsels van een verwende snol. Ja, precies, ja. Van een verwende snol. Dus daardoor werden ze eigenlijk gezien als seksistisch en racistisch. Ja. Ze hadden eigenlijk volgens mij de traditie of een aantal keer achter elkaar een viewing, een première van een film in Rietveld. Dat was eigenlijk gewoon een normale gang van zaken. Van kom we naar de nieuwe première kijken. Volgens mij is dat ook heel goed voor een kunstschool. Hè? En in één keer waren een aantal studenten die daar tegen geprotesteerd hebben. Die hebben gezegd, je mag niet, Kirak moet niet getoond worden op onze school, want ze zijn racistisch en seksistisch. Oh, xenofoob. Ja. Volgens mij is het inmiddels ruim aangetoond dat ze dus niet seksistisch zijn en niet racistisch. Maar niettemin, stel al zouden ze dat zijn, dan nog steeds zou je kunnen zeggen dat zo'n viewing op een kunstschool voor de sake of art zou moeten kunnen plaatsvinden. Ja. Dus dat is de controverse volgens mij in een notendop. En dat is volgens mij ook de reden waarom Rietveld Kirak problematisch vindt. En volgens mij is vanwege die associatie ongeïnformeerde studenten die eigenlijk niet zoveel meer weten dan Kirak is teken terror, die reageren nu heftig op jou. Zou ik het even willen perfect samenvatten. Perfect zo. En hoe merk je dat in jouw omgeving op school? De eerste was dat toen als ik ga kijken naar klasgenoten. Want het punt was, en de reden waarom ik daarom ook Erik en Matthias van tevoren noem, is omdat ze blijkbaar hebben intern overlegd. En Matthias, die heeft dus wanneer ik er een keertje niet bij was, een beetje verteld over Kirak. Nou gaat het verder, toch? Want we hebben die fotoshoot gehad en daar waren ook 4 van mijn klasgenoten bij geweest. Mm-hmm. En 2 van die meisjes, die wouden niet included zijn in de foto's uiteindelijk, omdat hun niet geassocieerd willen worden met hetgene waar Kira quote-unquote voor staat. En omdat ze er ook al eens iets over hebben gehoord in de les van iemand over het feit dat ze ooit ook met Wouter... dat Stefan met Wouter in de klas heeft gezeten of zo. Weet je, omdat ze vrienden waren. En Wouter, die is dan ook mijn docent. Oké, dus dit gaat mij zelfs iets te snel. Ja. Dus Wouter is jouw docent. En ja. Stefan en Wouter hebben ooit in de klas gezeten. Ja. En Stefan initieert een fotoshoot. Die fotoshoot inderdaad, die wij hadden gemaakt voor laatst. Ja, en daarom daar nodig ik klasgenoten naartoe. Ja. Na afloop van die fotoshoot krijg ik opeens een bericht van nee, we willen toch niet meedoen, want we hebben in de tussentijd toch wel iets gehoord over Kirak. Ja. En de Harvey Weinstein episode in die. Ja. En dan wordt het tegen mij, of nou ja, ik had. En hier zo gaat het nog een stukje verder, zo'n voorbeeld daarvan. Dat hele toxic climate around it. Ik had een podcastopdracht voor school. Mm-hmm. Waar ik een podcast moest produceren van 20 minuten over de krakers. Mm-hmm. En ik had uiteindelijk Tarik geïnterviewd. Want ik heb Tarik wel eens horen zeggen dat hij wel vaker krakersfeestjes frequente toen hij nog jong was. Yeah. Dus het eerste wat ik dan vraag aan Tarik is van... Tarik, what is squatting? En hij maakt dan een grap van... is it part of the LGBTQ? LGBTQS? LGBTQ, weet je, LGBTQ, S stands for squatting, whatever. En daarna gewoon een heel normaal gesprek over het kraken. Maar ik had dus de edit gemaakt van de gehele podcast, van de hele groep. En dat stuur ik dus. En opeens krijg ik allemaal reacties van mensen die dan zeggen van... ik heb gekeken naar wie deze persoon is die je hebt geïnterviewd. En toen hadden mensen opeens dat filmpje van Tarik die Rape Me aan het playbacken is. Ja, dus, naar boven gehaald. Dus even in het kader van de reconstructie, hè. Ik ben ook steeds aan het praten, merk ik, met het in mijn hoofd dat ook iemand luistert. Dus ik ben de hele tijd mezelf aan het regisseren.
Forgive me als ik te veel, inbreek, maar ik probeer even de dingen op. Dus Tarik heeft in het... even kijken, hoe zou ik het reconstrueren? Volgens mij is het als volgt. Dus, ja. Dus Kirak is eigenlijk een reeks films aan het maken over deze cancel culture en over deze Rietveld gerelateerde onderwerpen en over MeToo gerelateerde onderwerpen. Dus zij maken verschillende films, die zijn allemaal nog niet uitgebracht, maar dat wordt een reeks. Een reeks die ze van plan zijn uit te brengen. Ja. In die reeks, daar is volgens mij deze samenwerking met jou nu een eerste film van. Ja. Toch? Ja. En om op Instagram alvast reclame te maken, maar ook om eigenlijk mensen... Gewoon te laten zien Kirak helemaal niet zo fucking alt-right of zo is, weet je? Nee, maar ik bedoel, volgens mij is Kirak helemaal niet alt-right. Absoluut maar, niet, maar dat is ook weer die illusie die gecreëerd wordt op school. Ik probeer heel even de reconstructie te maken. Dus omdat zij die film, die filmreeks gaan maken, willen ze natuurlijk in gesprek met verschillende perspectieven. Ja. Voor die cancel culture. Dus zij doen een oproep met zowel gecancelden als cancelaars. Meld je, we willen graag met je praten, onbevangen. Eigenlijk zoals jij ook zegt, hè, die onbevangen blik. En vervolgens krijgen zij heel veel mensen over zich heen die dat eigenlijk die zeggen van je geeft verkrachters een podium. Precies. En in die slipstream van die berichten heeft Tarik eigenlijk een provocatieve grap gemaakt op Instagram. Hij heeft namelijk een liedje van... Ja, heeft gezegd, we maken een film over rape. Ja. Vervolgens heeft hij het lied van Kurt Cobain, Rape Me van Nirvana, heeft hij geplaybacked. Ja. Heel erg grappige shot. En dat filmpje, daar heb ik trouwens zelf ook heel veel gezeik mee gehad, want ik heb dat ook gerepost. En vervolgens kreeg ik ook mensen op mijn Instagram die zeiden, jouw tijd is geweest, jij moet ook gecanceld worden. Dus dat is meteen... Tarik die Public Nirvana trial. Eigenlijk playbacked is eigenlijk meteen al... Een no-go. Een dynamite. Zo, hè? Dus hier hebben we het over. Hè? Dus jij bent eigenlijk Tarik aan het interviewen voor een podcast. Gewoon intern voor het Rietveld. Yeah. En vervolgens krijg jij gezeik in een WhatsApp-groep. Maar jij zat daarbij toch? Toen ik Stefan steeds aan het bellen was. Ja, dat klopt. Maar dus ik ben bijna volledig met mijn reconstructie. Dus dat filmpje, Tarik die zegt rape me... Dat is wat die mensen dan zien. Die zeggen dan, dit is die Tarik die je hebt geïnterviewd over squatting, over kraken. Yeah. Deze Tarik die rape me zegt. En vervolgens kom je onder vuur te liggen in een WhatsApp-groep. Val ik het zo goed samen? Ja. Oké, vertel. Hoe werkt het dan? Had zo'n meisje, zij had er zo gestuurd van... I just think it's important to let people know that this is the person that you interviewed. Ja. Weet je? Oh. En dan heb ik vervolgens allemaal mensen die daarop inspringen van een ander klasgenootje. Wat dan vervolgens zegt ze van, you're completely right and we should point it out. En dan heb je een ander klasgenootje wat zegt van, misschien moeten we dat... moeten we die grap er niet in halen, maar de rest van het fragment wel. En dan escaleert het vervolgens naar, ik wil mijn eigen stem niet in hetzelfde audiofragment hebben als Tarik. Hij heeft niet dezelfde normen en waarden als ik. Zelfs niet op menselijk niveau. En ik denk dat ik daar gewoon niet mee om kan gaan. Ja. Weet je? En wat voor mensen zitten er in zo'n appgroep? Wat zijn dat voor mensen? Mijn klasgenoten. Dat zijn gewoon je klasgenoten? Dat zijn mijn klasgenoten. Dus je hebt een appgroep met jouw klasgenoten. Je maakt een podcast en je interviewt Tarik. Ja. Die tevens jouw schildermentor is. En in plaats van dat ze zeggen van... Wow, wat een geniale gast. Want hij kan echt fucking goed schilderen. En dan geeft je ook hele goede feedback. Zeggen ze nee... Hij maakt een grapje over Nirvana. En hij is een Kirak-gast. Dus hij is een enge alt-right, pervert, viezerik. En je moet met hem stoppen en anders gaan we jou cancelen. Is dat wat... Ja, zo voelt het wel. En dan niet per se het gebruiken van het woord cancelen. Want dan zit ik nog wel in de groep van... Oh yeah, whatever, canceling. Yeah. You know, what are you gonna do, cancel us? Well, maar intern gebeurt dat dan wel. Want ik weet nu wel dat mensen anders tegen mij gaan kijken. Mensen waar ik voorheen hele leuke vriendschap mee had. Ja. Gewoon leuke gesprekken mee kon hebben. Gewoon dingen mee kon doen. Die gaan meer terughoudend zijn. Ja. Als ze mij gaan benaderen. Ja, want omdat jij bent nu ik... toxic. En dan wordt alles wat negatief is over Tarik, Stefan, Kate. Alles wat mensen kunnen vinden wat maar een beetje negatief is. Dat wordt ook zo erg negatieve ingesleept, geslopen. Ik weet het niet. En dan vind ik dat ook zo belachelijk dat mensen de hele tijd maar... Ja, het is uit de boos. Dit mag niet. Ja, ik heb gisteren... we waren gisteren op het schoolplein van Rietveld met de cameraploeg.
En ik heb wat foto's gemaakt. En ik heb eigenlijk ook... Dandy had jou dat Ik had een berichtje gekregen van... Ja, ik sta op een van die foto's. En wil je alsjeblieft die foto verwijderen? Ja. En dat vond ik ook weer zo maf. Dat denk ik wil dat hij had doen. Het ook naar me gestuurd. En hij zei ook dat hij zich super oncomfortabel bij vond. Ik vind het ook zielig voor hem. Maar ja, ik kan niet van 10 foto's 1 foto verwijderen. Want dat kan niet volgens Instagram. Dus ik kan moeilijk de hele post gaan verwijderen. Ja. Maar ik vind het ergens ook... laf van hem, want ik denk gewoon van... Nou, wat zijn dit voor een vrienden? Want hij staat toch gewoon buiten op een grasveldje? Hij kan toch naast jou staan? Hij kan toch gewoon accountable zijn voor het feit dat hij op een grasveld staat? Ja, maar staat? Het feit is dat jij het post. En ja, maar wie niet ben, ik. Maar ik ben toch gewoon... En jij bent meer een quote-unquote aanhangsel. Of jij bent beter bekend met Kees Steven en Tarek dan ik dat ben. Ja, maar dat maakt toch helemaal niet uit. Ik ben dat maakt niet uit. Maar mensen maken het zo dat het uitmaakt. Ja, maar dan moeten die mensen weten dat ik gewoon een journalistieke interesse in deze gebeurtenis heb. En vanuit die journalistieke interesse maak ik die post. En hij kan gewoon zeggen van, nou ja, dit is gewoon een of andere schrijver met een journalistieke interesse die op dat grasveld staat en die maakt een foto. En ik sta toevallig ook op dat grasveld. Ja. En dat is toch gewoon, meer is er toch niet aan de hand? Dus nee, waarom, meer is er niet aan de hand. Dus ik haal het voorbeeld aan, omdat ik wil aantonen als hoe snel iemand giftig wordt gemaakt. Dit is toch een goed voorbeeld? Dit is een heel goed voorbeeld en daarom wil ik je hier ook op aanvullen. Mm-hmm. Want Vasilisa, dat is ook zo'n meisje die bij de shoot is geweest. Samen met Dan, die jongen die op de foto is geweest. Hun twee zijn ook gewoon vrienden en ik ook daarbij. Maar zij had mij ook eerlijk gebeld. Ze van, Maria, ik heb het gevoel dat je me hebt gebruikt. Want je hebt me niet goed genoeg geïnformeerd over de magnitude waar mensen boos om zijn om Kirak. En toen zei ze, ik probeer ook maar mijn eigen hachje te zeven. En dan zeg ik dat nu ook bij deze. Want ik ben een jong persoon. En ik weet niet zeker wat het allemaal inhoudt, maar ik zie nu allemaal hartstikke heftige reacties. En ik wil zometeen niet aan het Jezuskruis gehangen worden, weet je. Ja, dus iedereen is gewoon bang. Iedereen is bang. Dat is gewoon waar het op neerkomt. Dus dat mensen bang zijn om gewoon echt dingen kwijt te raken, omdat je met bepaalde mensen omgaat. Dus er is gewoon in dat hele gebouw een angstcultuur. Een angstcultuur op het moment dat dingen buiten de school worden gesleept. Ja. En er staat misschien wel een klokkenluiders clausule in het onderwijs in de onderwijsovereenkomst, maar het komt al uit zeg maar dat maatschappelijke de cultuur in de school zelf, weet je? Ja. Dus iedereen is als de dood om op wat voor manier dan ook geassocieerd te worden met iemand die geassocieerd wordt met Kirak vanwege die ene keer dat zij zeg maar het Harvey Weinstein ding en episode 13 was het volgens mij. Met zijn hele Moholy. Precies. Ja, wat ik echt stuitend vind aan dit hele verhaal is dat degene die ze erbij heeft gelapt op Facebook, dat is Aldenberg of zoiets. Ik weet niet wie dat is. En die heeft ook, die post is echt bespottelijk. Die zegt ook van, well, I'm too lazy to type. En er zijn ook allemaal typfouten in. Echt 5 typfouten of zo. I'm too lazy to type because I have to, ik moet presteren in de gig economy en het is vandaag tax day, maar let's block this shit. Dat is gewoon zijn bericht, weet je wel? Het is, ik pak hem er even bij, want ik heb het ergens opgeschreven. Kan ik even naar het toilet gaan? Zeker. Jonathan Aldenberg heet hij. En hij schrijft het volgende. I'm too fucking lazy to type anything about this. Go and watch if you want. I have quite a lot of thought on this, but I don't really have time or energy to go into discussion. It's tax day today and I'm trying to keep my head above the water in the gig economy. Let's block this shit in what was once a safe space. Dat is wat hij schrijft. Hier is de Rietveld rel, zoals hij heet, mee begonnen. Dus wat ik in mijn hoofd zie is iemand die zeg maar helemaal katerig van de jointjes en de sigaretten uit zijn slaapzak van zijn bank afrolt en dan even zo typt en dan zegt, let's block this shit, weet je wel. Dus dat stoner, drugsgebruikende, hippie, kraker, die stinkt van zijn eigen drek. Waarover ook niks mis mee is, maar... Dus het, weet je wel, dus protesteren is gewoon zeg maar met een zware checkie gewoon zo... Is het protesteren, maar dan op de slechtste... Jezelf neerzetten op de slechtste vorm ever of zo. Ik bedoel, I'm too fucking lazy to type. In plaats van I'm, weet je wel. Dus hij is te lui om te typen. Anything about this video. Dus hij wil niet onderbouwen waarom hij aanstoot neemt. Het is alles. Ja, hij neemt gewoon aanstoot in.
Go watch if you want. Dus ik heb gelijk, ga het zelf maar kijken. I have quite a lot of thoughts on this. Dus ik maar dan heb vervolgens niks over zeggen. But I don't really have time or energy to go into the decision. Ik heb geen tijd en energie daarvoor. Want het is tax day to day. Ik moet mijn belasting betalen. And I'm trying to keep my head above in the water in the gig economy. Ik ben kunstenaar. En weet je, helemaal de schuld, dat schuldcomplex, ja, afschuiven op de gig economy. Op het kapitalisme waarin jij moet presteren. In plaats van dat je ziet dat je het kapitalisme jou unieke positie kansen biedt om kunstenaar te zijn überhaupt, weet je. En dan zeg je van, laten we dit blokkeren. Dit is degene die de Rietveld-actie is begonnen, hè. En hier zijn we helemaal niet kritisch over. Deze Mongool, die is gewoon hier. Nou, ik weet niet, maar ik bedoel, ik vind het echt stuitend dit. Dat is het ook. Maar ja, en inderdaad, als je jezelf zo neerzet, dan ben je wel een beetje incapabel, zou ik zeggen. Maar goed. Dus wat ik maar wil zeggen, hiermee begint het, 2 jaar geleden, dat er dan een soort van brandje gesticht wordt. En waardoor eigenlijk Kirak gecanceld wordt. Dan springt natuurlijk geen stijl, pound en zo springen er allemaal op. Dat is ook natuurlijk heel vervelend, want die hebben een soort naam. Ook een reputatie. Ja, dus dat vindt de Gerrit Rietveld Academie dan natuurlijk vervelend. Dus dan denken ze van, oké, we moeten aan het linkskloppende hartje laten zien. Maar in plaats van dat ze gewoon zeggen van, joh, die Jonathan Aldenberg, dat is gewoon een van onze 6 studenten. Die komt 3 keer per jaar zijn slaapzak uit. Of zo. Dat zou ze ook kunnen zeggen. Ik weet niet, ik ken hem niet. Maar ik bedoel, puur op basis van dit bericht, hè, denk ik gewoon van, dat kan alleen maar gewoon een soort landbal zijn. En in plaats van dat ze daar kritisch op zijn, gaan ze dus helemaal serieus nemen dat er een soort van, ja, omdat iedereen zijn opinie die moet gehoord worden, toch? Ja, precies. En dan eigenlijk tapt het dan in op die safe space hype, zeg maar. Hè? Dus dan ga je eigenlijk die wind die uit Amerika wordt gewaaid. Ook weer zo'n illusie van vrijheid, illusie van safe space. Ja. Toch? Dus wat we eigenlijk zien is dat vanuit Amerika, vanuit die grote debatten over BLM, over LGBTQ, over MeToo, die debatten komen ook naar Europa. Nederland. Overlaat. En op deze manier dit is eigenlijk in de Rietveld Academie. Dus de vraag is, wanneer komt de tumor, om het zo maar even te zeggen, komt hier Rietveld binnen, zeg maar. Dus eigenlijk via de slaapzak van Jonathan Aldenberg komt hij voor het eerst via zijn typende vingers, zeg maar, komt er voor het eerst een draadje binnen. En dan langzaam vindt hij andere vertakkingen en zo komt hij langzaam, kruipt dat naar binnen. En nu zijn we 2-3 jaar later. Er is geen chemokuurbehandeling geweest. Dus nu zitten we eigenlijk met die complete, met dat complete gezwel van dat probleem eigenlijk. Gewoon een gezwel van een school. Precies. En dus nu jij komt eigenlijk als eerstejaarsstudent fris binnen ergens. Hè? Dus je weet helemaal niet in wat voor cultuur je terechtkomt. Je komt fris binnen. En nou, je hebt natuurlijk wel een enorm beladen geschiedenis. En op het moment dat een docent eigenlijk een beroep doet op zijn open, linkse, ideologische, kloppende hartje, op het moment dat hij daar eigenlijk een beroep op doet en tegen jou zegt van, open up, dit is een school, we leren jouw kunst. Wat is je fascinatie? Vertel het me. Op het moment dat je zegt van, nou, dit is mijn fascinatie, schrikt hij zich helemaal kapot. En vervolgens schrik jij ook van zijn geschokte reactie. Jij gaat eigenlijk naar Kirak en omdat die tumor eigenlijk zo ontzettend is doorontwikkeld, word je eigenlijk meteen besmet. En word jij eigenlijk als een soort van toxic Patient Zero behandeld. In plaats van dat jij eigenlijk met jouw fascinatie, ik bedoel, voor hetzelfde geld is het gewoon, ja, snap je, het kan nog steeds zijn dat jij waardeloze kunst maakt. Ja. Dat weten we helemaal niet in deze fase. Want dat is nog helemaal niet aan de orde geweest. Ik had mij nou die film laten maken. Een film heb mogen laten zien. Dat is in ieder geval hoe ik nu naar het gaan luisteren. Vat ik het een beetje samen? Ja, zeker weten. Op de manier die waarbij je ook gewoon vinden. Dat tumor, hoe noem je dat? De metafoor hiervoor, because it makes sense, it's right, weet je, Amerika, die hele kutcultuur zit in die school, weet je, nee, jij kan niet tegen bepaalde dingen zijn omdat je dan dit bent, en dan ben je dit, oh ja, maar we houden niet van labels. Wat zijn labels? Maar als je iets vindt en als je er uitgesproken over bent. Ja, ik bedoel, ik ging er net even zelf een beetje vandoor met mijn eigen go fascinatie. Off, sister. Maar ik ben natuurlijk ook benieuwd naar voorbeelden. Dus hoe, dus als ik dat zeg, van, ik zie het eigenlijk als een tumor die langzaam, of eigenlijk als een soort, dit is eigenlijk hoe corruptie werkt. Hè? Dus je hebt een gebouw, een traditie, een school, en langzaam zie je dat zo'n gebouw corrupt is. Ik ben racist genoemd omdat ik nog steeds naar Björk luister. Sorry? Ik ben racist genoemd omdat ik naar Björk
Luister. Omdat zij waarschijnlijk zij heeft blackface. Heeft. Zij heeft blackface gedaan een aantal jaar geleden. Ja. En dat maakt mij racist. Ja, oké, okay, ja. Dus om maar even, en ook een Pablo Escobar t-shirt wat ik een keertje aan had. Daar ben ik ook op aangesproken. Yes, I am from Colombia. You are empowering the... En het was niet eens een foto van Pablo Escobar, maar het was de acteur die Pablo Escobar speelt in die serie. Ja, jij bent deel van het probleem van de verheerlijking van drugscultuur. En er zit bloed aan jouw handen. There's baby blood on your hands. You are a supporter of gang culture. Maar waar komt jouw cocaïne dan vandaan, weet je? Ja. Excuse me, what? Ja, dat is ook nog eens de ironie inderdaad. Dat is, dus, ja, maar goed, laten we daar niet te veel... Nee, maar dit soort dingen, dit soort kleine voorbeelden. Ja. En hoe gebeurt dat op school? Hoe manifesteert dat? Dit was op school. Dit was op school. Dit is niet binnen de les, maar het is wel binnen school. Ja, dus, ja, oké. Okay. Als mensen al zeker genoeg zijn om mij aan te spreken op het feit dat ik een Pablo Escobar shirt aan heb. En mij daar een gang hoe noem je dat? Violent supporter voor noemen. Ja, dus iedereen moet eigenlijk in die helemaal. Je moet qua kleding, qua smaak, qua. Cultuurconsumptie, alle boksen aftikken. En je bent eigenlijk een wandelend uithangbord van jouw linksideologische agenda. En als je ook maar iets afwijkt van het hele pakketje aan dingen die je moet vinden. En je krijgt ook elke week de update van vandaag moeten we ook, weet je wel, Philip Roth mag even niet meer. Mohammed is uit dingen geschrapt, uit de Goddelijke Comedie van Dante geschrapt. Ook Philip Roth hebben we gehad, Woody Allen, Michael Jackson, bij Billie Jean moet je even op de grond gaan liggen. Weet je, wel, je moet een heel dat takenpakketje houden en anders lig je onder weet je, en dan heb je natuurlijk ook de discussie van ja, can you separate the art from the artist en zo. Maar dan heb ik het gevoel dat dat niet eens een discussie is die gehouden zou moeten worden if you just let people be. Ja, en zeker op een school. Kijk, dat ligt het is gewoon... Ik kan me best voorstellen dat het ene gevoelig ligt, het andere niet gevoelig ligt. Ik kan me ook best wel voorstellen trouwens dat er op jouw film heel heftig gereageerd wordt. Ik vond het ook een heftige film, ook al was het maar 2 minuten. Ik bedoel, ik schrok me kapot van dat gruwelijke geweld. En dat is ook omdat je weer even herinnerd wordt aan dat geweld. Je denkt ook van, oh ja, wow, dit gebeurt of zo. Dus ik kan me best wel voorstellen dat het controversieel is. Yeah. Alleen op een school zou je toch verwachten dat je in ieder geval de ruimte hebt binnen om die 4 jaar om het te bediscussiëren en om er een gesprek over te hebben, om het ene te vinden en de andere dag het andere te vinden, om te veranderen van positie. Maar iedereen wordt eigenlijk in die 4 jaar al verplicht om in dat keurslijf te lopen. Je ruggengraat. Maar het wordt uitgehaald of zo. Ja. Weet je? En dan zeggen ze, ja, je moet voor dingen staan en zo. En je moet zeker zijn van jouw persoon in de maatschappelijke census en hoe je jezelf presenteert aan de buitenwereld. Maar dat moet dan ook weer aan bepaalde maatstaven, gelegd worden. En als je die dingen dan niet bent, ja, dat is kut, dan hoor je niet bij ons clubje. Het creëert zoveel onverschilligheid. Ja. Onverschilligheid ook in wat mensen neerzetten. Maar je hebt bijvoorbeeld ook allemaal namen, allemaal grote namen die uiteindelijk schoolverlaters zijn. Dus je kunt natuurlijk ook zeggen van oké, het was een leuk jaar, maar dit is natuurlijk, je gaat natuurlijk niet onderdeel van zijn. Hè? Wat maakt dat je eigenlijk daar blijft als die cultuur zo is? Het is de perfecte omstandigheid voor weirdos who are weirdos to meet each other and to make wonderful things there. Toch? Ja, ik weet niet. Ik, dat ik is, dat is mijn kijk erop of zo. Ik hou zo ontzettend veel van die school, want ik heb mijn beste vrienden daar leren ontmoeten. Ja. Je hebt dus jij vindt het nog wel... Je denkt dat de patiënt is nog niet ten dode op. De patiënt is nog niet super dood, weet je. Het is niet dat er zit wat patiënt op je tumor. Hoe gaan we de tumor dan behandelen? Wat is het plan? Wat kunnen we doen om die cultuur op de Rietveld Academie te verbeteren en om die sfeer te redden? En om, zoals Stefan zegt, hoe kunnen we de kunst, de school teruggeven aan de kunstenaar? Wat is jouw idee erbij? Dat weet ik niet. Daar ga ik vandaag over vergaderen met Stefan. Maar persoonlijk of zo, ik weet het niet. Ik vind het gewoon... ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Jij bent meer de messenger. Wat moet ik ermee? Jij besteedt het eigenlijk uit aan Stefan. Je zegt van, weet je, ik heb mijn
film gemaakt. Mijn film heeft al nu al maximaal effect. Want Stefan en Tarik en Kate zijn gemobiliseerd. Ik zit hier ook met mijn hele passie vandaag alweer bij jou. Ik laat ze toe gewoon om te kijken naar wat ik ervaar. Weet je? En dan, ja, dan betrek je daar andere mensen bij. Oeps. Ja. Dus jij vindt het wel waard om ervoor te strijden? Oh, absoluut. Absoluut. Ja. Ik wil dat op het moment dat ik daar afgestudeerd ben, dat het de fucking plek is waar ik trots op kan zijn. Ja. Weet je? En niet, oh ja, ik ben er naar Rietveld geweest. Ja, ja, ja. Ja. Dus ik geloof dat het echt nog te redden valt. Want er zijn ook docenten tussen die gewoon wel cool zijn. En die niet, nou ja, whatever. En waarom doen die niks? Waarom doen die hier niks aan? Omdat mensen bang zijn. Mensen zijn bang. Je hebt toch een baan nodig? Huizenmarkt is al kut. Hoe zeg je dat? Ik ben ook docent op een kunstschool. En ik ben niet bang. Snap je? Ja. Ik wil gewoon hierover praten. Omdat het Puriteinse kutklimaat op school. Oh, everything that's bad. Heb je gezien hoe dat werkt? Hoe mensen elkaar onder druk zetten? Hoe worden docenten dan... Hoe zetten die elkaar hier onder druk? Kun je dat... Zo'n interne vergadering... En dan had ik al... Ik had bijvoorbeeld tegen Lisbeth... Lisbeth is mijn drawing and painting docenten. Mm-hmm. En ik had al... Ik heb al sinds het begin... van dat ik van haar les krijg... En sinds van het begin dat ik met van Tarik les krijg... Ik zei altijd tegen haar van... Ja, dit heb ik weer van Tarik geleerd deze week... En dat pas ik dan op die manier toe... En weet ik veel allemaal nog meer. En toen zei ze... Ja, ik ken Tarik wel, weet je. Maar zij houdt het dan ook bij dat. En dan zegt ze... Oh ja, ik ken die kunstenaar nog niet. Wat fijn dat je dat met me deelt. Maar dan vervolgens heb je iemand zoals Erik... Die dan in zo'n interne vergadering... weer bij Matthias terugkoppeling geeft. En Matthias, die gaat dan ook weer de rest daarvoor bang maken, weet je. Yeah. En dat dan ook weer in die stappen, dat je dan ziet dat mensen gewoon... stukje bij stukje bij stukje er geïnformeerd door worden... en dan bang voor worden omdat ze weer horen zeggen. Ja. Yeah. Snap je? Of zeg ik dit heel vaag? Volgens nee, mij wel, nee, nee, hè? Ja, nee, dit zijn dingen die ik in mijn eigen praktijk... ervaring ook constant nu meemaak. Eigenlijk het is een wantrouwen optrekken. Ja, het motorisch moment is volgens mij Trump geweest. En sindsdien is iedereen helemaal in opperste staat van paniek. En beginnen al die grote engagementen en emancipatoire bewegingen op te trekken. En in één keer worden... Op te trekken als in? Ja, dus bijvoorbeeld... Gewoon weg te gaan of... Want wat dus is optrekken? Dat optrekken betekent dat ze in actie komen. Dat ze naar voren... In actie. Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Dat ze dat zeg maar dat in één keer... Bijvoorbeeld vorig jaar was de Black Lives Matter protest op de Dam. Ben ik nog ben bij ik geweest. Zelf ook naartoe geweest. Ja, ik maar... ben ook naartoe geweest. Maar ineens merk je dat je onder druk En ik heb ook een blokje geplaatst op Instagram. Want ik zag, ja, weet je, al mijn vrienden doen het. En ik zie er allemaal posts voorbij komen van ja... If you decide to stay neutral, you are part of the oppression. Ja, dat is en dan denk mening, ik, oh hè? Ja, ik wil toch niet deel maken van de oppressie of zo. Ja, en ja, ik ben actief op social media. Maar dat is eigenlijk wat je nu heel erg ziet, toch? Dat je op die manier, met dat zwarte vierkant is eigenlijk een heel goed voorbeeld, dat je op al die niveaus, op het klimaatdebat, dus dierenleed, vliegen... Black Lives Matter, LGBTQ, BLM, ga zo maar door. Eigenlijk op al die fronten... Er worden dingen opgelegd. Moet je eigenlijk een soort reclamezuil worden van jouw goede intenties naar de toekomst. Oh my god. En zo moet je zo gaan lopen als een soort van robot en je hebt een broodtrommeltje met de juiste spulletjes erin. En, er staat een sticker op, het is regenboogkleur. En je hebt een date gehad, maar je had echt respect voor dat meisje en vervolgens... heb je ook kunst, maar dat is hele veilige kunst. Die zijde handschoenen. Met ook nog wat trigger warnings. En dat is eigenlijk, als je daar niet aan voldoet, aan dat pakket... Dan mag je sterven. Zijn er docenten. En die docenten zijn eerst een soort bureaucraten. Die zich gaan dan bevogelen. Die zeggen van, meisje, doe maar niet. En als je daar nog niet intrapt, dan ga je bijvoorbeeld naar Kirak toe. Dan is het van, dat zijn foute vrienden. Doe dat maar niet. En zo word je eigenlijk via de zachte hand, zeg maar... een bepaalde richting opgeduwd. Ja. En als je daar allemaal niet intrapt... want je denkt gewoon van, ik wil gewoon een kunst maken of een fascinatie... Wat jij dan, nu dan zegt, word je giftig gemaakt. En dan ben je een soort wandelende... dan moet iedereen... gaat iedereen zeggen van, ja, ik wil niet met jou op de foto... op omdat een grasveld, jij met want dat meisje bent. Wordt geassocieerd of zo. Dat is... En dan staat zij voor wat zij zeggen... of weet ik veel wat allemaal... Ja. Maar dan bijvoorbeeld met dat zij de handschoenen probleem. Mensen zeggen dingen niet meer... maar het is altijd... Ja, misschien zou je dat zo kunnen doen. Of ja. Of zo. Ja, maar ik ga
Ja, jij weet waarschijnlijk het antwoord beter dan ik. Snap je? Ja. Ja, ik denk, kijk, ik zie... Want wat is er nou fout met iets direct in iemands gezicht zeggen? Ik denk dat je gewoon, de enige manier waarop je kunst kan maken, is dat je voor de termijn dat je met elkaar in debat gaat, of in een soort feedback situatie zit, moet je in principe alles kunnen zeggen. Ja. Maar echt gewoon alles. Ja. Echt alles. En vervolgens is het dan degene die die feedback situatie begeleidt, of die de verantwoordelijke is over die feedback situatie, is het zaak om dat zo te doen dat iedereen aan het einde van de bijeenkomst niet als een geklutst ei eruit komt. Ik bedoel, je kunt gewoon, maar je moet zorgen dat er op een duurzame manier, op een lange termijn, met je lange termijn doelen in zicht, dat die mensen op zo'n school het gevoel krijgen, hier ben ik veilig. Niet in dat uur, maar over die vier jaar. Omdat mensen ook zo, door dat zeg maar steeds zacht te zeggen en door steeds die toon aan te houden, op het moment dat je iets zegt wat buiten dat patroon valt, dan kan het verkeerd opgevat worden. En dan kunnen mensen het serieus gaan nemen. En dan moet je opeens, you have to take accountability for whatever you say. Ja. Ja, weet je? Waarom zijn mensen daar nou zo bang voor? Van, oké, owning up to whatever you say. Because be ready to be contradicted. Dat is ook toch zo'n ding. Ja. Als je iets zegt, dat betekent toch niet gelijk dat je daar voor de rest van je leven aan vastzit. Ja, maar ik bedoel, alle eigenschappen zitten in principe in iedereen. Ja. Dat is gewoon, snap je, het feit dat jij die film maakt over die stroboscoop van dat geweld, dat is omdat dat natuurlijk ergens resoneert met een soort storm in jezelf. De noodzaak, zoals Kandinsky dat zou zeggen. Ja, 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 je zit natuurlijk, dat wil niet zeggen dat iedereen te allen tijden op de volledige storm is of zo. Maar een acteur is ook constant aan het putten uit weet je wat, in en uit jezelf stappen en aan het relateren tot je eigen leven. Dat is gewoon wat kunst maar is. Maar het is weer een soort van dat extreme of zo zie ik er steeds weer in. Mensen trekken dingen, zijn veel te geneigd om dingen steeds naar de extreme toe te trekken. Ja. En dat ook met woorden, ook in zo'n discussie, weet je. Dus dan zeg je het maar extra zacht, dat op het moment dat het extreme ingetrokken wordt, dan is het nog steeds niet zo extreem. Ja. Niet extreem genoeg to be able to be called out on it, at least. Ja. Maar zo ervaar ik dat. En dat is mijn mening, weet je. En die mag ik hebben. Ja, echt interessant. Dus ik weet niet, ik vind het echt, ergens vind ik het stuitend, maar ik vind wel leuk dat je, hoe zeg je dat? Ik vind het wel heel hoopvol dat je zegt van, nee, maar dit is school, ik hou ervan. Ik hou van deze school. Het is een beetje zoals je ook kan zeggen van, jij dan in Brazilië, ik ben nog nooit in Brazilië geweest, maar ik kan me voorstellen dat je ook dat kan zeggen over zo'n land waar heel veel geweld is. En dat je dan zegt van, nou, daar zou ik dan nooit naartoe gaan. En dat je dan volgens zegt van, hoezo? Maar ik hou van dat land. Ja, dus op die manier, super zo. Op die manier zeg je ook van, nee, het is die cultuur nu op een Rietveld is echt verschrikkelijk. Maar ik hou van die plek. Dus laten we iets gaan doen. Laten we zorgen dat we dit debat echt openbreken. En we gooien gewoon dat hele debat open. En we gaan gewoon vol frontaal in het... Want anders ga je het weer, zei de handspoelen, weet je. Ja, het lijkt me een heel goed idee. Ik ben helemaal I'm in, zeg maar. Ik weet niet, volgens mij hebben we best wel veel besproken. Ja. Even of ik nog vragen had opgeschreven. Okay. Ja, nee, dit is eigenlijk belangrijk. Is er nog iets wat je over deze situatie wil zeggen? I just love it like I would love an ugly child. Ja. Ja. Het is gewoon een lelijk kind, het Rietveld. Ja, volgens mij is het even concreet zo dat Stefan zijn film over jou en over deze situatie wil gaan projecteren op de muren van de Rietveld Academie. Misschien kun je daar nog iets over zeggen. Wat staat er op de agenda? Ik weet niet precies wat er op de agenda staat, maar ik weet wel, het mocht niet in de school worden getoond. Dus dan doen we het op de buitenkant. Ja. That's it. Dus dat is eigenlijk een eerste stap in een reeks stappen om de open cultuur, de confrontatie, die noodzakelijk is voor goede kunst, weer eigenlijk ruimte te geven. Om eigenlijk die ademruimte te scheppen in het debat. Ja. Zeg ik dat zo goed? Ja, eigenlijk wel. Ik ben de hele tijd aan jou aan het toetsen, maar... ik zou zeggen,
We houden het allemaal in de gaten. Ik zal ook daarbij aanwezig zijn en proberen zo goed mogelijk verslag van te leggen. Ik wens jou heel veel succes. Welcome. Ik hoop niet dat je... Dus omdat je nu best wel een soort van gisteren was pound op bezoek. En in één keer ben jij een soort van centrum van een storm aan het worden. Ja. Ik hoop niet dat het een hoge tol eist voor jouw geest. Of hoe? Ja en nee. Maar goed. You gotta pay price for things, right? Of zo. Dan moet ik weer tijd vrijmaken om naar de office te kunnen komen en zo. Maar dat doe ik dat graag. Yeah. Want ik ben met mensen waar ik iets van kan leren en waar ik iets mee kan gaan ondernemen. Ja, dan ben ik eigenlijk best wel bereid om een paar uurtjes minder daarvoor te slapen. Of misschien een opdracht niet te doen. Yeah. Weet je? Oh ja, dit is wel nog een ding wat ik daarover wil weten. Want dus ik heb het idee dat die Gijs, of ik weet zijn naam de hele tijd. Weet je naam? Gijs die docent van jou. Oh, Erik. Erik. Ja, ik wil hem dit Gijs noemen. Ik heb het idee dat Erik ook een beetje zegt van... die probeert ook een beetje volgens mij Stefan en Tarik af te schilderen naar jou toe. Alsof jij zeg maar in hun val gelokt wereldje ben gelokt, inderdaad. Snap je? Ja. Terwijl hij eigenlijk... Ja, maar ze manipuleren, ze zijn hartstikke slim, weet je. Dat lijkt misschien wel zo, maar je zal wel zien. Ja, precies dat. En terwijl wat Erik doet eigenlijk veel meer dat is dan waarvan hij Stefan en Tarik beschuldigt. Want... En daarom vond ik die headline van Pound News ook zo mooi. Ja. Van Rietveld cancelt eigen studenten. En dan die eerste comment daarna van links cancelt links. Ja, precies, ja. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet. Hoe kijk jij daarna? Als je kijkt van, oké, er zijn mannen, Erik beschuldigt eigenlijk Tarik en Stefan van hoe ze met jou omgaan. Ja. Maar Erik gaat intussen zelf op een bepaalde manier met jou om. Hoe kun je daar iets over vertellen, hoe je dat ziet? Hoe dat zich tot elkaar verhoudt? Hoe is jouw relatie met Tarik bijvoorbeeld als mentor en hoe is jouw relatie met Erik als mentor? Hoe werkt dat? Tarik, voor mij, het zijn sowieso... Iedereen is allemaal personen of zo, weet je. Mm-hmm. En dat dan ongeacht geslacht of weet je wat allemaal... Want je kan altijd het patriarchaat er nog bij halen. Ja. Maar, weet je, na dat ik mijn ingeving heb gehad... Dat ja, mensen kunnen verschrikkelijk tegenover elkaar zijn... Ongeacht je nou man of vrouw bent... Ligt dat een soort van bij mij buiten de boot of zo. Mm-hmm. Weet je, dus een persoon is een persoon. Voor mij ligt dat zo. Ja, voor mij ook trouwens. En daarom is het ook altijd zo grappig dat er dan een opmerking gemaakt wordt. Ja, van een meisje met twee van die super white supremacist gozers of zo, weet je. Want dat is dan ook het beeld wat Erik schetste. Van ja, wat ik hier nu zie, dat is een onwetend meisje... wat tussen de twee white supremacists die aan het lullen zijn zit. Maar hoezo, wat is een white supremacist aan Tarik? Hij is toch Arabier? Ja. Dat zeg ik, ja, maar dat lijkt er niet op, toch? En je hebt toch ook Kate? En Kate is toch... Maar daarom, weet je, worden dingen bijgehaald die er dan niet bij horen of zo. Maar persoonlijk zie ik het allemaal niet zo. Dus het is gewoon, oké, Erik, ja, you've been a dickhead, sure. I'm not gonna be cool to you anymore. En ik heb de mensen... die geloven in mij of zo en die daar tijd in willen steken. En nou ja, weet je, als Erik die persoon niet voor mij kan zijn, dan kan ik het wel ergens anders vinden, toch? Mm-hmm. Zo zie ik dat. Ja, precies, ja. En kun je iets beschrijven van die relatie met jou en Tarik, wat je in hem vindt? Of wat jullie klik is? Want op beeld zie ik dus heel duidelijk wat dat is, maar ik ben benieuwd hoe je dat zelf ziet. Of hoe zou je dat beschrijven? Tarik is grof. Snap je? Mm-hmm. En de dingen die hij zegt, ook bijvoorbeeld de afsluiting daarvan, van dat filmpje van, volgens mij met de film, ik ga geen spoilers geven. Maar die opmerking die hij maakt op het laatste, van is dit jouw gepenetreerde kontgaatje? Dat taartje dan, op dat schilderij. Ja, ik kan daar eigenlijk wel om lachen. Andere mensen dan niet, weet je. Want Erik vond die grap ook helemaal niet grappig. Maar dat zijn dan een beetje van die fucked up dingen om steeds maar een soort van grapjes te maken over situaties waarvan je helemaal geen grapjes kan maken. Because it happened to us. Omdat Tarik heeft ook zijn fair share met trauma. Omdat je een soort van samen dat de hele tijd tegenover elkaar kan doen. En dan vervolgens ook nog zeg maar dat soort hardheid meenemen in die kritiek die hij geeft over mijn schilderijen. Dat creëert een situatie waar ik op hem kan bouwen of zo. Snap je? Mm-hmm. En hoe werkt dat dan precies? Kun je dat onder woorden brengen?
Tarek, in zijn normale communicatie is hij ook al best wel grof. En dat maakt het minder moeilijk voor mij om afstand of me... Dat maakt het, ik voel me dan bijvoorbeeld niet beledigd als hij dezelfde toon aanneemt tegenover kunst. Mm-hmm. Snap je? Ja. Dat. Wat ook weer helpt mij iets verder van mijn eigen kunst af te zetten of zo. Dat ik het toch beter met rationele ogen kan bekijken. Er zelf op reflecteren. Want ja, maken en analyseren, dat zijn toch twee andere processen. Mm-hmm. Maar weet je, het helpt met het inzien van die afstand ervan. Het helpt ook wel om na te denken over welke stap ik onderneem en waarom. Heel veel praktische dingetjes eigenlijk. Ja. Ja. Dus in het schilderen bijvoorbeeld ook van ja, wat nou als je meer dit doet dan dat, weet je, just saying. Of meer naar een bepaalde schilder gaat kijken dan hetgene wat je nu doet. Of wat Tarek dan doet is dan maak ik iets en dan ziet hij dat ik ergens naar geneigd ben. En dan stuurt hij een recommendatie op met een paar zinnen ernaast. En dan ga ik er naar kijken en dan ga ik dat berichtje weer lezen en dan werkt het opeens. Ja. Snap je? Ja, dus jullie hebben eigenlijk een hele intieme... Een wisselwerking of zo. Ik bedoel, ik vind het ook grappig om te zien in die film die Stefan dan maakt, dat jullie de hele tijd in een soort lachstuip zitten met elkaar of zo. In een soort weirde herkenning, humor of zo. Yeah. Je ziet meteen van oké, er zit een soort van. En ik herken dat ook, hè, want ik ben zowel in veel situaties een leerling geweest als docent. En soms heb je een unieke klik met iemand. Ja. En ik zie meteen van, ja, jij en Tarek hebben een soort van... Je bent allebei continu op scherp of zo, weet je. Maar dat maakt het ook wel weer grappig. En omdat sommige mensen dan dat niet kunnen begrijpen. Want Erik ook. Hij zei, ja, ik vind dat soort grappen echt niet kunnen. Ik vind het echt niet grappig. Of die scène in de auto. Van wat Tarek dan zegt tegen mij. Dat ik dat ook zo grappig vond. Dus ja, dat vind ik niet grappig. Weet je? Maar dat is hetgene wat het dan juist wel zo leuk maakt. Dat je zo grof tegen elkaar kan zijn. Omdat je hoeft jezelf niet terug te houden. Want je bent niet bang wat de reactie van iemand anders gaat zijn. En dat maakt het ook wat makkelijker om alles wat je eigenlijk wilt zeggen. En alles wat je eigenlijk wil maken. En wat je intenties echt zijn. En het helpt ook gewoon om jezelf te zijn. Ja. Of zo. Want ik heb ook dan minder het gevoel dat ik... dat ik mezelf moet forceren om iemand te zijn die ik niet ben. Of zo. Ja. Of dat ik voorheen ook heel erg hard iemand probeerde te zijn die ik niet was. Ja, ik snap het. Ja. Omdat je steeds maar bang bent en terughoudend bent wat mensen er eventueel over kunnen vinden. Ja. Because at the end of the day, it's all identity politics. Ja, ja, en dus ik vind het ook interessant, omdat het is, door wat je nu zegt, hoor je ook eigenlijk wat er verloren raakt als je laat... wat je verliest als je luistert naar de kritiek van woke culture, noem ik het maar even. Hè? Dus dan zeggen ze van, ja, jullie moeten niet meer met Kirak omgaan, want Tarek is iemand die maakt filmpjes waarin die Kurt Cobain Rape Me playbackt. En het is een white supremacist man. Twee dingen die niet kloppen of zo vanuit die interpretatie. Maar puur dus wat hij dus zeg maar... representeert in een soort symbolische orde in het hoofd van de criticaster. Maar dit ties ook een beetje back into dat die reclamecel idee. Weet je? Ja. Als jij al die dingen op jezelf opplakt en Tarek dan in het geval verkrachting en weet ik veel allemaal nog meer. Ja, dan word je representatief voor. Maar ik denk ook wel dat dat ligt in dat we elkaar niet meer zien als mensen, maar als representative of. Ja. Ja, dat is heel duidelijk. Dus mensen zijn helemaal vergroeid met hun imago. Ja. En dat imago wordt grotendeels online gecreëerd. En dat imago heeft ook helemaal geen betekenis in de tastbare ruimte. Hè? Het was laatst iemand die zei van... Het lijkt haast wel alsof we in een strijd zitten van de mensen die... zeg maar de digitale wereld prefereren boven de tastbare wereld. Tegenover de mensen die de tastbare wereld... prefereren boven de digitale wereld. Yeah. En hij zei van... En ik weet boomers, wel welke... centristen en de wokies. Ja. En hij zei, ik weet wel welke wereld ik prefereer. Want er is maar één wereld. Namelijk de wereld waar de servers in staan van die andere wereld. Yeah. En dus en dat vond ik een heel mooi antwoord. En wat ik dus heel mooi ook vind aan de film die Stefan en Kate over jullie maken... is dat je ziet wat die band is. Als je gewoon onbevangen kijkt naar... jou en Tarek en jullie interactie. Dat jullie eigenlijk heel hard kunnen zijn... en grappen kunnen maken over al die dingen. En dan denk je van... ja, er zit iets in
wat echt over kunstenaarschap en over docentschap en over leerlingschap gaat en over die complexe relatie daartussen. Het is allemaal niet zo zwart en wit. Ja, en waardoor je eigenlijk ook die groei ziet en die mogelijkheid. En volgens mij is dat wat vandaag in de waagschaal ligt. Dus je hebt de Rietveld Academie, dat is een van de belangrijkste kunstscholen van Nederland. Dat is die ook academie, waarom ik er naartoe ben gegaan. Ja, en die academie, daar zit een soort... Het is dat hele enge, gevaarlijke cultuur nu. Een soort tumor. Dat is ook weer zo ironisch, want het is allemaal helemaal niet zo eng en gevaarlijk. Ja, weet je? Precies. Maar dus wat staat er op het spel dan? Ja, tumor, je gebruikt wel grote woorden. Nou, volgens mij staat dit op het spel, wat je eigenlijk nu beschrijft. Ja. Dus wat jij, die unieke relatie die jij kan ontwikkelen met Tariq, wat echt over kunst gaat en niets anders, waar ik ook helemaal niets... Mensen zoeken er te veel bij, of zo. Dat ligt eigenlijk... onder vuur, die unieke band die je kan ontwikkelen met iemand. En stel dat, dus ik denk niet dat Tariq een andere intentie heeft dan wat ik zie op beeld. Namelijk een hele, hele interessante, spannende dynamiek tussen jullie twee. Maar stel dat hij dat wel had, hè? Stel dat hij ook met jou seks zou willen, maar dat een beetje zou cultiveren en verbergen. Zelfs dan nog steeds zou ik denken van... Ja, wat maakt het uit? Hij Precies. leert jou toch ook hoe je levens echt kan schilderen. En weet je wel, dus het is zelfs als je dus je fantasie loslaat op het zogenaamd het ergste, dan nog steeds denk ik van ja, zolang jij hem van jou af kan houden, is er niks aan de hand. En stel dat jij dat wel ook wil of zo, dan is er ook niks aan de hand. Er is op zoveel lagen niks aan de hand. Het terwijl je wel enorm veel opgeeft. Zo van te veel toegang tot elkaars leven of zo. Precies, ja. En dus wat je opgeeft is eigenlijk een mogelijkheid om wat kunst is grenzeloos te verdiepen en te verdiepen en te verdiepen en te verdiepen. En wat overblijft is een heel oppervlakkig activisme. Waarbij er eigenlijk geen kunst meer wordt gemaakt. Waar mensen eigenlijk zo'n wandelend uithangbord worden zijn awareness. Van hun sociale en maatschappelijke posities. Yeah. En dat is de cultuur die studenten uit angst creëren. En waarmee zij zichzelf eigenlijk gevangen houden. Een soort van kat die zichzelf in het nauw draait. Ja. Super intelligent cat who made a device to put itself in a corner. Wat ik altijd aan studenten en aan kunstenaars zou adviseren is... wees niet als alle anderen. Dus in die zin is het voor jou een hele goede situatie. Want als alle anderen je onderscheidt jezelf aanzeggen, dan moet jij gewoon B zeggen. En dat ben je nu aan het doen. En je moet alleen maar onder het enge... bewind van Tariq en Stefan zien uit te komen. En dan zal het jou als kunstenaar voor de wind gaan. Het is gewoon stiekem een cult, joh. Dus eigenlijk ben je als eerste jaar al heel goed bezig. Dat is in ieder geval hoe ik hiernaar kijk. Ik hoop dat er nog veel volgen in ieder geval. Ja. Ja, volgens mij hebben we alle belangrijke dingen wel besproken, of niet? Sowieso. Ik weet niet. Ik vond het een heel leuk gesprek. Ja, ik ook, maar ik heb echt zin om te roken. Ja, we gaan roken. Ik ga nog even afronden. Oké. Dank voor het kijken en luisteren. Doe vooral de dingen die je doet na zo'n kijksessie. Like buttons indrukken en delen en sharen en het aan iedereen laten zien. Subscribe en like. Subscriben, ja. Ik ga ook als je in gesprek wil over dit soort onderwerpen, dan meld je aan. En als je een product hebt die je in de lucht wil houden, omdat je dat wil verkopen, dan willen we dat met liefde even onder de aandacht brengen in ruil voor een wederdienst of wat dan ook. Dus in die zin, voel je vrij en dank voor het kijken en dank voor het luisteren. Dank je wel, Michiel. Heel erg bedankt dat je met mij deze opname wilde helpen naar een goed einde te brengen.